Dit is Marieke Vermeiren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo allemaal, mijn naam is Eeuwin. Wat leuk dat je naar deze podcast luistert. Op 1 februari 2019 start ik met de lessen bij de bewustzijnschool. In deze podcast wil ik jullie vertellen over de vijf beginselen van groei. Ik zal ze alle vijf even langslopen. En het eerste beginsel van groei, daar zal ik jullie op het einde een oefening voor meegeven. Het is een makkelijke oefening die je overal kunt toepassen. De vijf beginselen van groei. Wat betekent dat nou eigenlijk? Het woord zegt het al. Het betekent dat je in groeimodus terechtkomt, in plaats van in de vecht, vlucht of freestand zit. Deze vecht, vlucht en freestand is helaas heel veel voorkomend bij heel veel mensen. We denken nog steeds dat we moeten overleven, terwijl er eigenlijk helemaal geen reden is om in de vecht, vlucht of freestand te komen. Met deze oefeningen. Kan je van de overlevingsstand naar echt leven gaan? Het eerste beginsel van groei heet onbegrensd potentieel. Iedereen heeft potenties, maar laten we die ook tot de volste uitkomen. Benutten we die tot ons volste. Vaak komen we erachter dat dit niet het geval is. Wij missen connectie. Connectie met het veld. Het veld is voor mij alles wat is en alles wat niet is. Het veld is de energie. Ik besta uit energie, jij bestaat uit energie, maar ook de bomen en het water. De lucht, mijn emoties en gedachten. Dit is wat ik noem het veld. Om connectie met het veld te hebben en hier op de juiste manier gebruik van te maken, kunnen we het opdelen in twee onderdelen. Het eerste is veldreferentie en de ander is objectreferentie. Objectreferentie is veelal gebaseerd op angst. Veldreferentie is gebaseerd op vertrouwen en dat we zekerheid voelen in de onzekerheid. Hè, in de onzekerheid zekerheid voelen? Jazeker. Het is namelijk zo dat als ik in veldreferentie leef, dat ik erop vertrouw. Dat alle intenties die ik het veld in slinger, met mijn gedachten en mijn emoties en de acties die ik doe, dat ik weet dat die er op een bepaalde manier ook weer uit gaan komen. En ik vertrouw erop dat dat de manier is die ik nodig heb. Misschien niet de manier die ik heb bedacht, meestal juist niet. En misschien niet de manier die ik echt wil, maar wel de manier die ik nodig heb. Objectreferentie. Is, zoals ik al zei, gebaseerd op angst. Het is de manier van kijken die wij hier in ons geconditioneerde leven veel toepassen. We hebben allemaal doel voor ogen dat we een relatie moeten hebben en uh, dat huis moeten hebben en die baan, want dan, ja, dan ben ik gelukkig. Maar klopt dat eigenlijk wel? Want als je die relatie hebt. Is er dan niet de behoefte om een kind te krijgen of te trouwen of in die relatie te gaan samenwonen of wat dan ook met die relatie te doen? En als je die ene baan hebt, is er dan niet ineens de behoefte om promotie te krijgen binnen die baan? En als je die ene auto hebt, ja, die kan ook gewoon stuk gaan. Objectreferentie is gebaseerd op angst. We verzamelen allerlei objecten om ons heen en denken dat hier ons veiligheid en zekerheid in zit. Tegelijkertijd zijn we dan hartstikke bang om deze dingen kwijt te raken. Daarom blijven we constant in een angst zitten. Angst om niet goed genoeg te zijn dat we het krijgen. En als we het dan eenmaal hebben, zijn we weer bang om het kwijt te raken. Dit is in een notendop. Veldreferentie versus objectreferentie. Ik zal specifiek over dit eerste beginsel aan het eind een tip meegeven. De tip gaat over hoe we connectie maken met het veld. Want alleen als we het veld voelen en begrijpen dat hij er is, kunnen we er ook contact mee maken. En daarom noem ik het eerste beginsel van groei ook wel eens connectie. Connectie met elkaar en met het veld. En het veld zit niet alleen maar boven je, het is ook gewoon contact met de aarde. Daar gaat straks de tip over. Het tweede beginsel is vrije distributie. En dat betekent vrijgeven en ontvangen. Vanuit liefde. Zonder daar een verwachting aan te koppelen. Dus zonder dat je er eigenlijk iets voor terug verwacht. Vrijgeven en ontvangen. Dat is misschien simpel, maar het is echt niet zo makkelijk. Hoe vaak komt het wel niet voor dat mensen complimenten niet kunnen ontvangen? Of het heel erg moeilijk vinden om iets te geven wat ze echt menen? Ik zal hier een voorbeeld van geven. Ik ga naar Karels verjaardag. En ik ben dol op Karel. Ik ben zo dol op Karel... dat ik wel een half jaar lang... heb ik gezocht naar het perfecte cadeautje voor hem. Want ik wil hem laten weten hoe belangrijk hij voor mij is. Zie je dat het cadeautje geven hier echt vanuit het hart komt... en niks met het object te maken heeft? Ik heb heel erg mijn best gedaan om dat cadeautje te kopen... en nu sta ik voor de deur bij Karel... en eindelijk kan ik hem feliciteren. Hij doet de deur open... Ik geef dat cadeautje aan hem, ingepakt en wel, waar ik ontzettend mijn best voor heb gedaan. En het eerste wat hij zegt is: Ah, had je niet hoeven doen. Had je niet hoeven doen. Oh, dus ik heb enorm mijn best gedaan om jou te laten weten hoeveel ik om je geef, maar dat had ik niet moeten doen. Het is een uitspraak die we geleerd hebben. Het is een soort uh, van beleefdheidsding. Alleen. Eigenlijk zeg je dus tegen het veld: Nee hoor, dank je wel. Je hoeft niet uh, ervoor te zorgen dat iemand anders zo uh, zijn best voor mij doet. Of mij zoveel liefde wil geven. Je zegt eigenlijk nee tegen de liefde. Dus, volgende keer als iemand komt en jou iets geeft, wat zeg je dan? Juist ja, gewoon dank je wel. Dat geldt eigenlijk voor alles. Wees dankbaar voor hetgeen wat je ontvangt in het leven. En dat is in dit geval misschien een cadeautje, maar als je ook connectie met het veld erbij wil pakken, dan kan het ook gewoon de zonlicht op je huid zijn of de vogels die je hoort fluiten. Dit zijn ook manieren van de dingen die om je heen zijn leren te ontvangen. Vrijgeven betekent eigenlijk niks meer dat je geeft vanuit je hart zonder daar wat terug te vo voor terug te verwachten. Dus wanneer ik dat cadeautje aan Karel geef... waar ik ontzettend mijn best voor heb gedaan... verwacht ik niet dat Karel zoiets terug doet. Want ik heb het gewoon gedaan uit liefde. Omdat ik hem lief vind. Het derde beginsel van gro groei is de moeiteloze respons. Dit is niks anders dan de wet van oorzaak... En gevolg en hoe je hierop reageert. Er is altijd een oorzaak en een gevolg en dit is de wiel des levens die maar niet ophoudt en altijd door zal blijven gaan. Het gaat erom hoe we hierop reageren. Moeiteloze respons is eigenlijk niks anders dan op de juiste tijd, op het juiste moment, de juiste actie te doen. Er zijn drie onderdelen hieruit af te leiden. Dit zijn dat je volledige aanvaarding voor een situatie neemt, dat je de verantwoordelijkheid neemt voor de acties die je doet of juist niet doet en als laatste dat je de behoefte niet voelt om jezelf uit te leggen of te verklaren. Nou, voor dit laatste is het misschien wel leuk om een voorbeeld te noemen. Ik heb eigenlijk altijd de behoefte gevoeld om mezelf te verklaren als ik een actie had gedaan. Want ik hoopte gewoon altijd dat de ander het dan zou begrijpen. En natuurlijk dat het goedgekeurd zou worden. Want ja, dan zouden ze me aardig vinden. Hierdoor hield ik mijzelf enorm tegen, zonder dat ik het eigenlijk wist. Ik heb er ook best wel lang over gedaan om dit beginsel te begrijpen. En ik kan je wel een voorbeeld noemen van hoe dat afgelopen week is gegaan. Ik heb vorige week echt enorm veel met afwijzing te maken gehad. Mijn romantische relatie uh, die zei op, letterlijk. De band die viel uit elkaar. En er waren drie klanten die op het laatste moment besloten toch niet met mij in zee te gaan. Allemaal in vier dagen. Dat is best veel. Ik heb eigenlijk voor het eerst ervaren dat ik mij niet persoonlijk aangevallen voelde. Ik voelde aan alles dat dit helemaal niks met mij te maken had, maar gewoon bij de andere persoon lag. Dit heeft mij zoveel gebracht, het brengt mij zoveel vrijheid, dat ik niet tegen degene waar twee klanten vandaan kwamen de behoefte voelde om mezelf uit te leggen. Want ik wist, wat ik had gedaan was met zuivere intenties en dat die ander dat beslist, dat is de beslissing van de ander. Natuurlijk voel ik wel enige teleurstelling of een beetje, ja, dat ik het een beetje jammer vind. Maar ik weet in ieder geval dat het niet aan mij ligt. Ik hoef me niet af te vragen wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. Ik hoef niet in schaamte en in schuld te zitten en te denken, oh waarom, waarom overkomt mij dit nou? Het is, zoals gezegd, een enorme bevrijding. Het volgende beginsel is de ongebonden intentie. Ik heb het al een paar keer gehad over een intentie en een intentie het veld insturen. Dat doe ik het liefste met meditaties. Ik kan dan helemaal tot rust komen en voelen met mijn hart wat ik het allerliefste zou doen of willen. Wanneer ik helemaal tot rust ben, dan kan ik die intentie zo zuiver mogelijk het veld inzetten. En wanneer de meditatie klaar is, dan laat ik het ook. Helemaal los. Want ik ga geen verwachtingen aan deze intentie verbinden. Dan is hij namelijk niet meer zuiver. Het is net zoals het vrijgeven en ontvangen. Wanneer je dit vanuit zuivere, pure liefde doet, dan ontstaat ook de circulatie. Maar wanneer je de verwachtingen aan gaat verbinden, is hij niet meer zuiver. De ongebonden intentie heeft voor mij letterlijk. Wonderen veroorzaakt. Dingen kwamen op mijn pad die ik nooit voor mogelijk heb gehouden. Ik zal je ook hier een voorbeeld van mezelf in geven. Ik had de intentie om naar Suriname te gaan. En omdat ik daar geen verwachtingen aan wilde verbinden, ben ik gaan denken in termen als: Nou, als het veld het wil, dan ga ik wel naar Suriname. Hoor je me? Als het veld het wil. Het veld weet helemaal niet wat ik wil. Dat moet toch echt ik beslissen. Toen alles niet zo helemaal soepel licht bedacht, uh, liep, bedacht ik. Oh ja, ik moet natuurlijk gewoon erop vertrouwen dat ik ga. Maar dat het veld uitwerkt, hoe? En ja hoor, op het moment dat ik besloot dat ik naar Suriname zou gaan, maar ik wist gewoon nog niet hoe. Liep ik de deur uit? Ik stapte in bij je in de auto van mijn autorijinstructrice. En een half uur later zei ik tegen de: Hey, kom jij eigenlijk wel, wel eens in Suriname? En ineens had ik een appartement geregeld en kon ik mijn vliegticket bij een reisbureau op afbetaling kopen. Dit is een klein voorbeeld van hoe het veld, best wel direct voor in dit geval, met een oplossing is gekomen. Ik wist echt niet hoe het veld dat zou uitwerken. Maar het gebeurde wel. En dat was wat ik, wat ik nodig had: het vertrouwen dat als ik een intentie in het veld stuur, dat het eruit zal komen. Ik weet alleen nog niet hoe. Het volgende beginsel is de unieke bijdrage. De unieke bijdrage is niks anders dan dat jij gewoon je unieke zelf kan zijn. Helemaal met je onbegrensde potentieel leeft, in connectie met het veld, zo kom jij tot jouw unieke talent of jouw unieke bijdrage. Alles om ons heen is uniek werkelijk waar niks is hetzelfde. Als ik naar mezelf kijk, dan kan ik mezelf heel uniek voelen. Maar ik voel me niet beter dan de ander, want zonder de ander besta ik namelijk niet. Het is wel zo dat alles om ons heen uniek is, maar het een kan ook niet zonder het ander, want dan is het boeket niet meer compleet. En om dat boeket van allerlei verschillende, prachtige, unieke bloemen helemaal compleet te maken, is het zo belangrijk om ons tot ons volste potentieel te ontwikkelen. Zodat dat boeket geen hangende bloemetjes heeft, maar dat dat hele boeket heel kleurig, fleurig en geurig is. Dus die laatste beginsel van groei, unieke bijdrage, maak ik dus een sprongetje naar dat eerste beginsel van groei. En ik had jullie beloofd dat ik hier een tip over zou hebben. Wanneer je tot je onbegrensde potentieel kan leven, betekent dat je goed connectie met het veld hebt gemaakt en dat je in veldreferentie leeft. Dit vergt nogal wat oefening. Ik heb voor jullie een tip die je altijd en overal kan toepassen. Connectie met het veld, dat hoeft niet per se met meditatie. Het is wel aan te raden overigens. Maar dat kun je ook gewoon doen door de aarde onder je voeten te voelen. Dus overal waar je zit, dat je even met je voeten op de grond Plat op de grond. Dus niet met de uh, benen over elkaar gekruist waar, waar, waar ik vaak mensen in zie zitten. Meestal, als een klant bij mij komt in de eerste coaching sessie, is dit het eerste wat ze te horen krijgen. Ga eens plat met je voeten op de grond zitten en voel. Voel letterlijk de grond onder je voeten en de voeten op de grond. Of in je schoen, waar je ook bent. En misschien, als je dat voelt, kan je ook beter je lijf voelen. En als je beter je lijf voelt en de grond onder je voeten, dan heb je connectie met de aarde. En connectie met de aarde betekent automatisch connectie met het veld. Als je nou met je voeten zo plat op de grond zit en probeert dat gedurende de hele dag te doen. Kan ik je vertellen, dan heb je meer connectie met jezelf. En meer connectie met jezelf, ja hoor, betekent meer connectie met het veld. Als je nou een beetje gestrest bent gedurende de dag en je merkt dat je weer met je benen over elkaar bent gaan zitten, dan kan je jezelf feliciteren dat je dat hebt opgemerkt en dan ga je weer met je voeten plat op de grond zitten. Je kan daar ook nog een ademhaling aan toevoegen. Vooral als je je een beetje gespannen voelt. Adem eerst helemaal uit, zodat je buik helemaal plat wordt. En als je dan inademt, dat vergt dan geen actie, want het gaat vanzelf. Probeer het maar. Adem helemaal uit, tot je buik helemaal is aangespannen. En als je dan gewoon je buik loslaat, adem je eigenlijk als vanzelf in. Dit doe je door je neus, die inademing. Je voelt dan in één keer je buik weer helemaal opbollen. En bij je uitademing laat je dan vervolgens alles even helemaal gaan. Dus je ademt uit. In. En dan laat je alles even helemaal gaan. Je ademt in door je neus. En je gaat uitademen door je mond. En als je je daar prettig bij voelt, dan maak je daar een beetje geluid bij, zodat je letterlijk loslaat wat jou op dit moment niet meer dient. Dit was mijn tip. Ik hoop dat je het gaat uitproberen. Het heeft mij heel erg geholpen. En mocht je hier meer over willen weten, dan ben ik. In de Oneven Weken op vrijdag vanaf 1 februari te vinden op de Bewustzijnsschool van half 2 tot 3 uur. Tot ziens!